Het duurzaam gebruik maken van energie is belangrijk voor het ontwikkelen van de natuur van ons land. Daarom vond vanmorgen de lancering plaats van het project Improvement of Critical Infrastructure and Energy Diversification, de plantage Johanna en Margarita in Komowijnen. Het project wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank in samenwerking met PowerChina. Dit project gaat over het rehabiliteren van de 1x24 uur energievoorziening vanuit de voormalige suikerrietplantage Allianz naar de rest van het district. Technisch directeur Marcel Eindhoven van de NV Energiebedrijven Suriname zegt dat gezien de klimaatveranderingen het belangrijk is om te rehabiliteren. Het is de bedoeling om ook de tweede verbinding naar de linkeroever te rehabiliteren, welke als backup gebruikt kan worden. Met deze ontwikkelingen kan er ook gewerkt worden aan het duurzaam behoud van de natuur. Als we straks zover zijn dat het hele project afgerond is, ik denk het belangrijkste stuk zal wel zijn die solarinstallatie. De mensen gaan er eigenlijk fysiek niet zoveel van merken. Maar vanuit ons systeem gaan we dat wel merken. Maar dan gaat het wel een significante bijdrage zijn vanuit het dorp, vanuit het systeem naar Paramaribo, naar hier. Vertegenwoordiger van PowerChina, Richard Zhang, zegt dat dit project een stabieler energieverkeer moet creëren voor het district. In dit proces, en met name over de impact van het project op de lokale gemeenschap, zal PowerChina een adviserende rol blijven invullen naar de overheid. After completion, the project not only improved the living condition of the Komowina, but also inject the vitality into the economic development of the region. Today, we are once again to embarking on a new journey in the Komowina project in Suriname. We will apply the most advanced technology and strict management to ensure every aspect of the project meets the optimal standards. Het plan voor de toekomst is om als onderdeel van dit project te werken aan het lanceren van het gebruik van zonne-energie. De lancering werd afgesloten met het ceremoniële startsein van het project.